Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe speechwalk. We beginnen met de hoofd te vormen, door een halve ovaal te tekenen en dan de oren te tekenen. Probeer ook meteen te zetten waar de voeten komen, zodat we niet in plaatsnood komen. Hoe lichter je schets, hoe makkelijker het is om het uit te gimmen. Wees niet bang om uit te gimmen, want dat ga ik ook heel veel doen. Na een paar keer proberen komt het wel. Blijf tekenen totdat je de vorm goed vindt. En goed blijven kijken naar het voorbeeld. Als je vindt dat je lijnen goed zijn, dan ga je nog een keer over de goede lijnen heen. Teken een lijn voor de ondergrond, zodat je weet dat je voeten allemaal op dezelfde hoogte zijn. En blijven aanpassen totdat je echt helemaal tevreden bent. En dan gaan we overtrekken met een zwarte fineliner. Die van mij is 0,5 mm dik.
Nogmaals sorry voor mijn hoofd die in de weg staat. Gemama. En dan gaan we inkleuren. Ik ga de kleuren bruin, zwart, rood, oranje, licht oranje en roze gebruiken. En geel natuurlijk. Als je schaduwen wilt creëren, ga je gewoon nog een keer over het papier. Dan wordt het vanzelf donkerder. Zorg er dan wel voor dat je dik papier hebt, want anders kreukelt je papier of drukt het heel erg door. En dat was het dan alweer. Nog een paar kleine dingetjes en dan klaar. Dankjewel voor het kijken. En zoals Divano het zou zeggen, like en deel. Ja, like en deel.